Goedenavond, mijn naam is Lotte Noordzij. Ik ben een onafhankelijke stamp-up demonstratrice in de prachtige stad Rotterdam en werk heel veel samen met Melinda Meren en zij is in Hillegom gevestigd. Maar dat maakt niet uit, want we bedienen gewoon alle mensen in heel Nederland en ook nog Frankrijk, Duitsland, Engeland en Oostenrijk. Als je daar mocht zitten als Nederlandse als Nederlander en je zou het leuk vinden om wat bij ons te bestellen, Nederlandse sets met name, dan kan dat, is geen probleem, want daar mogen we ook naartoe sturen. Vandaag heb ik net al heel even in de aankondiging gezet, zou je gemist kunnen hebben, gaan we veel ponzen. Lekker werken met ponzen en ik ga ook werken met twee ponzen. Twee wel van mijn favoriete ponzen die eruit gaan en die ook met korting worden verkocht. Zolang de voorraad strekt tot en met 3 mei. De Story Label Punch, die is normaal €22, gaat nu voor €8,80 weg. Daar krijg je dus 60% korting op. Dit is de Small Bloom Punch. Die is normaal €16. En die die kun je nu aanschaffen voor €9,60. Dus met 40% korting. Deze twee ponzen zijn er nog zolang de voorraad strekt. Tot en met 3 mei. Want vanaf 4 mei zijn ze niet meer verkrijgbaar. Dat is heel zonde voor deze pons. Want deze pons kun je namelijk ontzettend goed gebruiken bij deze ontzettende leuke aardbeienstempelset. Ik ga hem even erbij pakken. Die heet de Sweet Strawberry. En dat is een stempelset waarin alles over van de aardbeidjes in zit. En het leuke van die stempelset is dat hij een bijpassende pons heeft. En ik ga je zo meteen helemaal vertellen hoe je die pons heel makkelijk kunt gebruiken. En daar kun je dus de aardbei, het blaadje, het bloemetje en het kroontje van de aardbei mee uitponzen. Die samen vormen een bundel en die bundel die kost €39,50. Wat ik net al zei is dat het grote bloemetje uit deze set, die kun je heel makkelijk uitponzen. Dus met deze Small Bloom Punch. Als je die nog niet hebt en bloemetjesponsen heb je nooit genoeg. Deze gaat ook nooit mijn collectie verlaten. Hij kost nu €9,60. Dus is echt wel eentje die aan je collectie zou kunnen toevoegen. En ik ga ook nog werken met deze labelpons. En dat is de Story Labelpons. En die is ook met korting verkrijgbaar. Zoals ik heb gezegd, zolang de voorraad strekt. Tot en met 3 mei. Dus als je hem wil en je wilt hem ook nog bij ons bestellen, stuur me dan heel snel een pb'tje of een e-mail of app me. Of doe wat je normaal doet. En dan ga ik het morgenochtend meteen voor je bestellen. Ja? Oké, wat gaan we maken? Ik heb deze kaart als voorbeeld gemaakt. En zoals jullie, als je vaker kijkt, weet je dat ik een enorme fan ben van de Whisper White Note Cards en Envelopes. Dat is zo'n fijn pakje met 20 enveloppen en 20 kaartjes erin. En het enige wat je hoeft te doen, de kaart eruit te pakken, dubbelvouwen en in de envelop te schuiven. En dan heb je alweer een kaartje. Maar ik dacht, misschien is het leuk om deze als voorbeeld te laten zien, samen met het envelopje. Maar dat ik hem toch een heel klein beetje ga tweaken voor deze Facebook Live. Dan ga ik eerst vertellen wat ik bij deze gebruikt heb. En dan ga ik vertellen wat ik zo meteen ga gebruiken om de andere kaart te maken. Hier natuurlijk de stempelset. Hè? De Sweet Strawberry stempelset heb ik gebruikt. En ik heb gebruikt de kleuren Basic Gray als de basis van mijn stempels voor de aardbei, de bloemetjes en de achtergrond en de tekst. Dus dat is mijn basiskleur geweest voor de hele kaart. Daarna heb ik gewerkt met de Granny Apple Green en de Poppy Parade. Dat is echt een hele frisse, zijn hele frisse kleuren. Je ziet ook dat die aardbei echt knalrood is. En dat het blaadje ook heel erg vellig is. Voor de binnenkant van de bloemhartjes, want volgens mij zijn aardbeienbloemetjes zijn altijd wit. Dus ik heb ze wit gelaten. Alleen heb ik ze een geel hartje gegeven. En daarvoor kun je of de Stampin' Blend gebruiken in Daffodil Delight. Of je kunt daarvoor de Daffodil Marker gebruiken. Of om zeg maar dat hartje in te kleuren. En dan hebben we natuurlijk die ponzen allemaal gebruikt. Waarvan ik net zei dat ze zo handig zijn. Dus die Small Bloom Punch, de Story Label Punch en de aardbeien punch.
Oké, maar ik ga dus een andere kaart maken. Ik ga me iets andere, een andere twist geven. We hebben nu een kaart gemaakt die zeg maar in de lengte is. Ik ga nu een kaart maken die in de breedte is. En wat ik voorgesneden heb is van een Whisper White Thick of een Basic White Thick is de helft van een A4. En dat betekent dat ik de A4 heb genomen en hem op 10,5 heb doorgesneden. Dan krijg je, zoals ik het ooit ergens heb gelezen en wat ik een hele leuke benaming vond, een hamburgerkaart. Namelijk een lange kaart en dun. Als je deze openlegt, is het een korte kaart en dik. En dat is een hamburgerkaart. En dit is een hotdog kaart, want die is lang en dun. Dus we hebben nu een hotdog kaart genomen. Die meet 29 centimeter bij 10,5 centimeter. En ik dacht, het is misschien leuk om niet direct op de kaart te stempelen, maar op een matje. Dus het matje wat ik heb gesneden, heb ik een centimeter kleiner gesneden dan de kaart zelf. Dus die is 13,5 centimeter bij 9,5 centimeter. En dit wordt de kaart waar ik op ga stempelen. En natuurlijk heb ik ook een envelop klaargelegd die erbij past, zodat ik hem gelijk kan versturen. Nou, laten we dan maar met de envelop beginnen om die te bestempelen. Ik leg de envelop even op het matje, want de stempels uit deze set zijn fotopolymeer. Dus daar kun je dwars doorheen kijken. Betekent ook dat ze wat steviger zijn en ze het fijn vinden als ze zelf wat tegendruk krijgen, wat vering. En daarvoor gebruik ik het matje. Ik pak even een klein stukje bladpapier erbij om ervoor te zorgen dat ik niet op mijn matje stempel. Nou, zo. En dan neem ik voor op de envelop heb ik deze tak genomen. En die tak die stempel ik hier aan de zijkant. En wat ik nu ga doen, ik heb dus voor het voorbeeldkaart heb ik grijs als basis genomen met de Poppy Parade en de Granny Apple Green. Ik ga nu nemen de Tuxedo Black voor de basis, de Old Olive en de Real Red. Dus het worden wat diepere kleuren. Nou, mijn tak stempel beïnkt ik met mijn Memento Tuxedo Black. En die stempel ik dan een beetje. Nou, hoe zullen we hem doen vandaag? Zo. Op de zijkant van de kaart, of van de envelop. Dan neem ik mijn marker of mijn blend. Het is maar net welke wat je wil gebruiken. En maak ik het hartje van het bloemetje een beetje geel. Zo. Trouwens, als je commentaar levert hè, in de box hieronder, dan maak je kans om deze kaart te ontvangen. En dan neem ik mijn Stampin' Blends in de kleur Old Olive. Die heb ik in de lichte versie, Light Old Olive, en de donkere versie, de Dark Old Olive. En met de lichte ga ik even die blaadjes een beetje aanzetten. Zo. En wat je dan ook kunt doen, als je dat leuk vindt, is dat je de tak ook heel even een wat groen accentje geeft. En dat doe ik dan met de dunne streepkant, want daar zit de penkant. Of de puntkant, zeg maar. En geef ik nog heel even zo een klein groen accentje aan het takje. Nou, dan is de envelop klaar. Nou, dat was niet moeilijk, hè? Dan gaan we naar het volgende. En dan gaan we de kaart opbouwen. Ik zal hem zo hier een beetje laten liggen. Maar in plaats van dat ik nu alles op de kaart doe, ga ik dat op het matje doen. Wat ik net gesneden heb. 13,5 bij 9,5. En ik begin met de tak. Ik heb ook net gezegd dat ik de kaart overdwars ga maken. Dus niet in de lengte, maar overdwars. Dus ik heb veel meer ruimte, zeg maar, om dit hele traject hier neer te zetten. Nou, ook hier weer begin ik om de tak te stempelen. Oh, wacht even hoor. Mout heeft een vraag.
De Stampin' Blends die je gebruikt, zijn die op waterbasis of op alcoholbasis? De Stampin' Blends, dat zijn deze, die zijn op alcoholbasis. De markers zijn op waterbasis. Heb ik zo voldoende je vraag beantwoord, Maud? Ik hoop het. En anders, dan moet je, anders kun je ook altijd nog even een pb'tje sturen. Dan kan ik het je misschien beter uitleggen. Ik neem de Memento Tuxedo Black weer en ik bestempel met het inktpad mijn stempel, zodat de inkt goed verdeeld wordt op de stempel. En ik dacht, misschien is het leuk om nu aan twee kanten de tak te zetten. Ik weet niet of het leuk wordt, maar dat zien we dan vanzelf wel. Dat is één keer. En dan kijk ik heel even hoe groot ongeveer dat label is. Wat ik er tussen ga zetten straks. Nou, dan zou ik hier dus die andere tak kunnen zetten. En ik dacht, misschien moeten we die dan andersom zetten. Zo. Een beetje. Dus die zet ik een beetje aan de andere kant. En dat komt vast goed. Maar dan draai ik hem een kwart slag of een half slag. En heb ik dus de blaadjes de andere kant op staan. Ongeveer zo. Alsjeblieft. Even kijken. Ja, dat gaat nog goed. Hier doe ik eigenlijk hetzelfde wat ik op de envelop gedaan heb. Dus ik neem de marker of mijn blend. En ik kleur heel eventjes de hartjes van de bloemetjes. Eigenlijk gewoon maar heel licht zo. Hop. En dan doe ik hetzelfde met het blaadje. Die neem ik de lichte, de Old Olive, de Stampin' Blend. En ga ik hiermee ook de blaadjes even kleuren. Dat doe ik met die kwastpunt. Die zit aan de dikke streep. En ik trek het gewoon over. Zo. Ik maak er geen heel erg blend kunstwerk van. Ik kleur het gewoon in. Omdat ik zo meteen de stempel, die is, dat heet zo mooi, twee stap stempels. Of two-step stamping. Die ga ik zo meteen laten zien hoe dat werkt. Ook natuurlijk. Maar ja, dat is ook niet helemaal enorm gekleurd. Omdat je de kleur zo meteen erin stempelt in de aardbei en in de takjes. Dus ik maak hem gewoon dicht en ik ga niet veel moeite doen om te blenden. Zo, nou, achtergrond is klaar. Dan is het natuurlijk leuk als ik naar de stempelset kijk, een aantal aardbeien ga stempelen en een paar van die leuke bloemetjes en blaadjes en het kroontje. Maar als ik dan kijk, want ik wil hem ook graag uitponsen met de pons. Als je nu kijkt naar de pons, ik ga dat proberen duidelijk uit te leggen. Ik hoop dat dat lukt. De pons die heeft vier figuurtjes. Die komen overeen met vier van de stempels. Met het kroontje, met de aardbei, met het blaadje en met het kleinste bloemetje. Als ik nu op een stuk Whisper White, wat ik hier heb, al die stempels afzonderlijk ga stempelen, dan wordt het lastig om dat natuurlijk mooi uit te ponzen. Dus wat is een truc? En er zijn meer trucjes, maar dit is de truc die ik graag gebruik en die ik prettig vind werken. Wat ik doe, van twee stukjes rest cardstock, pons ik twee keer de pons. Die plak ik op elkaar. Dan is die dus wat dikker. Dat vind ik fijn, want dan weet ik ook goed hoe die zit. En dan heb ik een soort van randje. Wat ik dan daarna doe, dan pak ik die vier stempeltjes die ik in de pons kan gaan stempelen. Dus dat zijn die uitlijnen. Hè? Dus dat kroontje, de aardbei, het blaadje en het bloemetje. Ik heb op mijn, ja, hoe moet ik het zeggen? Mijn template zeggen ze altijd. Hè? Zeg maar mijn voorbeeld of mijn, ja, mijn monster. Ik weet het niet hoe ik dat noem. Heb ik gezegd dat dit boven is. Dat betekent dat dit de bovenkant is. En dat ik zo mijn stempels er straks in moet gaan leggen. Doe ik het zo, dan heb ik een probleem. Want dan ga ik straks mijn stempels erin leggen. Ga ik stempelen, kan ik niet ponzen.
Dus het is zaak dat je goed weet aan welke kant je de stempels in je template gaat zetten. Nou, wat doe ik? Ik kijk even waar het goed ligt op mijn blad. Kunnen jullie het goed zien zo? Ik zal ietsje naar boven schuiven. Zo. Leg ik even een donker matje eronder. Zie ik misschien nog beter. Dus ik leg mijn uitgestanste voorbeeld, wat ik dus twee keer heb gestanst en op elkaar heb geplakt, leg ik op mijn kaartstok wat ik straks ga stempelen. Dan neem ik de stempels. Dit is het kroontje en die moet daar. En die leg ik in het uitgestanste gedeelte. En je ziet, ja, dat hoop ik dat je dat kan zien, er is wat beweging en dat klopt, want er zit namelijk ook een wit randje om. Als je het uitstanst, zie je, zit er een wit randje omheen. Dus het is een beetje zaak dat je zometeen het netjes in het midden legt van dat uitgestanste. Ja. Dan pak je het blaadje, doe je precies hetzelfde mee, die leg je er ook in. Dus dan laat je hem in dat gat vallen, doe je ook met die aardbei. Andersom, hè? Anders past die niet. Leg je hem ook erin. En met het bloemetje. Nou is het heel fijn. Dit bloemetje is soort van symmetrisch. Dus dat maakt niet uit hoe je die erin legt. Maar soms heb je bloemetjes die net of een blaadje wat net even anders is. Dan moet je even goed kijken hoe het moet liggen. Nou, als je dat dan allemaal zo hebt neergelegd. Zo. Oh, een beetje in het midden. Zo. En dan leg je daar je stempelblok bovenop. Zo. Zo doe ik het, hè. Het is niet te heiligmakend, hoor. Er zullen vast ook nog andere trucs zijn, maar ik vind dit een fijne manier. Een schabloon. Mout. Ik zie hem. Heel goed. Het is een schabloon. Ook die ga ik inkten nu met de zwart, met de Memento Tuxedo Black. En ik stempel hem. En als het goed is... En ik pak, nou moet het goed gaan natuurlijk. Als ik mijn stans of mijn pons nu pak, zou ik dus in één keer ze alle vier tegelijk met een mooi klein wit randje uit kunnen stansen. Ah, het gaat helemaal goed. Zien jullie dat? Kijk. En dan stans ik hem uit. Hoppa. En dan heb ik dus alle vier. Zijn ze prachtig uitgestanst met een wit randje eromheen. Dus niks meer aan doen aan die stempel. Dus we gaan het nog een keer doen. Ik ga hem dus nu weer een keer beinkten, de stempel. Zo. Dat was even mijn proefstukje. En ik ga hem nu zeg maar de echte maken. Dus ik ga hem ook weer naar beneden leggen. Dat is ook handig om dat te noteren als je de stempel gebruikt. Dus dat je, kijk, het is natuurlijk handig als ik nu... de aardbei naar beneden doe, want dan zit hij zo dicht mogelijk tegen de rand en kan ik hem zo uitstansen. Als ik het blaadje naar beneden had gedaan, was niet zo handig geweest, want dan moet ik eerst een stukje uitknippen en hem dan omdraaien. Dus het is altijd even goed ook om te kijken van hoe moet ik stempelen, zodat ik goed en voordelig kan ponsen. Nou, wat ik nu als eerste ga doen is, ik ga deze inkleuren. Voor het bloemetje gebruik ik de blend weer of de marker en dan maak ik even dat hartje weer geel. Zo. En ik zei al, het is twee stappen stempen of two-step stamping. En je ziet dat van de aardbei er een omtrek is en een middengedeelte. Datzelfde van het blaadje, van het kroontje en van de twee bloemetjes. Dit is dus wat we net gestempeld hebben. Dit is de binnenkant. En je ziet al dat er een soort van watercolor effect op zit. Op dat blaadje en op die aardbei. Nou, dat geeft straks een ontzettend leuk effect. En dat kun je hier ook zien. Zie je, die aardbei is, hij is niet vol, wordt hij gestempeld. Maar hij krijgt echt een hele mooie structuur. Ik pak dus nu de stempel van de aardbei. Van die binnenkant en ik neem de kleur Real Red. Ik ga dus andere kleuren gebruiken dan op het voorbeeld. Hier had ik de Poppy Parade en de Granny Apple Green. Nu gaan we Real Red en Old Olive gebruiken. Nou, wat ik dan doe is, ik bestempel
Of ik beïnkt mijn stempel. En omdat je er doorheen kunt kijken, kan ik hem redelijk goed op de aardbei zetten. En dan zie je dat het wel een andere kleur is, maar ook heel mooi. Dit is meer zo'n echt zo'n hele zomerse, doorgerijpte aardbei is dit. Datzelfde kan ik dan doen met het blaadje en met het kroontje. En die doe ik in de kleur Old Olive. Want ik had gezegd dat ik die twee samen zou gaan gebruiken. De Real Red en de Old Olive. En dan doe ik precies hetzelfde mee. Dus ik heb het blaadje nu beïnkt met de Old Olive. En zet het bovenop het blaadje. En kan ik het er zo keurig oprichten. Als je erboven kan hangen, dan heb je natuurlijk even iets meer mogelijkheden om het echt netjes recht te doen. En dan ik probeer het zo goed mogelijk. Het gaat me aardig af, geloof ik, vanavond. Zo, en dan het kroontje. Nou, één aardbei is natuurlijk geen aardbei. Dus we gaan het nog een keer doen. Ik ga nog één keer die hele stempel waarop ik de aardbei, blaadje, kroontje en bloemetje heb. Ga ik nog een keer beïnkten in de Basic Black. Zodat ik weer die omtrek heb. Ik zorg ervoor dat mijn aardbei naar de rand van het papier is. Zodat ik die straks goed uit kan ponzen. En ook deze ga ik weer even opvullen. Met die gekleurde, met kleurstempels. Dus de aardbei in de Real Red. Zo. En dat is één. En de blaadjes en het kroontje in Old Olive. Dus het blaadje. Zo. En dan de Old Olive in het kroontje. En dan moet nog even het hartje van het bloemetje een beetje geel worden. Nou, dan heb ik die losse elementjes. Oh, ik kan natuurlijk altijd straks nog een derde element, nog een derde doen als ik dat zou willen. Maar ik leg dit even aan de kant en ga ze even uitponzen. En dan heb ik hier de eerste. Dus ik zorg ervoor dat mijn alles een beetje opgelijnd is. Zodat er aan alle kanten eenzelfde soort wit lijntje is. Zelfde dikte ongeveer. Zover dat kan. En dan leg ik die even aan de kant. Dan draai ik mijn papier en doe ik de andere. Zo. Oh. Klein beetje omhoog zie ik. Zo. Hoppa. En dan heb ik dus twee aardbeien, twee kroontjes, twee kleine bloemetjes en twee blaadjes. Nou, we gaan zo kijken of dat voldoende is op de kaart. En anders gaan we nog wat maken. Maar in de stempelzet zit er dus ook nog een groter bloemetje. En dat bloemetje, daaromheen past dus precies die small bloom punch die eruit gaat. En wat echt een super fijne bloemetjespons is. Hij gaat eruit. Tot en met 3 mei is hij nog verkrijgbaar. Hij is ook in de aanbieding van 16 euro voor 9,60 euro. Dan weet je dat. Wil je hem hebben? Wacht echt niet te lang. Want het gaat allemaal erg snel. Ik neem dus dat grote bloemetje. Ga ik nu ook nog een paar keer stempelen. En omdat ik het zo zuinig kan uitponzen nu. Heb ik dus ruimte op mijn papier om die ruimtes die ik net nog niet gebruikt heb, om die op te vullen met die grotere bloemetjes en verlies je dus geen papier. Nou, zullen we er even 5 maken? Zo. Oké, okay. Oh, die is misschien net te dicht op elkaar. Ook hiervan kleur ik dan de hartjes even geel. Gewoon een klein beetje aanzetten met die Stampin' Blend of met je marker. Het is maar net wat je wil. En dan neem ik die ontzettende leuke Small Bloom Punch. En pons ik die kleine bloemetjes even uit. Ook weer met zo'n wit randje eromheen. 1. Klein wit randje zit eromheen.
Zo. En het fijne is dus dat je dit bloemetje ook in allerlei kleuren kan maken. Want er zit ook diezelfde vulling in. Net als bij de aardbei en het blaadje hebben ook de twee bloemetjes die vulling. Dus die kun je ook heel makkelijk gebruiken. Even kijken. Klein beetje aan de zijkant zo. Sorry. Nou, dan hebben we hier al een aardig voorraadje met leuke dingetjes. En dan moet ik natuurlijk nog een tekst. Er zitten hele leuke teksten in deze stempelset. That was so sweet of you. Hello there. Thank you. Just for you. Or happy birthday, you, your sweet thing. Hartstikke leuk natuurlijk om te gebruiken. Op deze kaart heb ik happy birthday, you sweet thing gebruikt. En ik dacht dat ik nu op deze kaart wilde gebruiken that was so sweet of you. En dan kan ik thank you aan de binnenkant zetten. Daarvoor ga ik zo meteen de pons gebruiken. De story label pons. Echt ook een super leuke pons om te gebruiken. Ook deze gaat eruit. Per 3 mei is die er niet meer. Ook deze is nu met korting. 60% korting. Je betaalt nu maar €8,80 in plaats van €22. Dus echt, dit zijn nog echt... Ik heb nog net gekeken voordat ik begon om te kijken of ze nog beschikbaar waren. Ze zijn er nog. Maar ik zag al dat sommige op low inventory staan. Dus dat betekent dat ze bijna op zijn. Als je dus nog wil, en het zijn echt mooie aanvullingen voor je basis, zou ik zeker niet te lang wachten om ze te bestellen. Nou, ik stempel de tekst hier een beetje in het midden. Want mijn pons is natuurlijk een stukje groter. Ik kan twee dingen doen. Ik kan dit doen. Hè, dus eerst stempelen. En dan mijn pons pakken. En hem gewoon netjes in het midden zetten. De tekst. En hem dan uitponzen. Dat doe je dan op zijn Timmermans oog. Hè? Zo. Dat kan. Je kunt natuurlijk ook zeggen. Nou, ik vind het wel oké. Maar ik wil heel graag hier zo dicht mogelijk bij de rand ponzen. Dan haal ik dit even weg. Zo. En ik wil hem hier zo dicht mogelijk tegen de rand aan. Dus ik pons eerst de label. Dat kan ook. En dat kan ook makkelijk bij deze stempels. Omdat dit fotopolymeer stempels zijn. En je er dus dwars doorheen kunt kijken. En je ze dan ook makkelijk kunt oplijnen. Als je rood rubber stempels hebt. Dan wordt dat een stukje lastiger. Dan zit hij niet altijd even recht. Ik ga nu op deze even nog die Happy Birthday You Sweet Thing stempelen. En ook dat kijk je dan weer met je Timmermans oog of die een beetje recht zit. En als die recht zit, dan zet je hem neer, laat je hem 2-3 seconden, hou je hem vast en haal hem er weer af. Zo. Nou, zo kan het dus ook. Nou, dan hebben we denk ik alle basisdingen voorlopig klaar voor de kaart. Dan moet ik die basiskaart die ik had gestempeld net. Oh ja hoor. Oh, hier is die. Ik denk, ik ben hem natuurlijk weer kwijt. Ik was dus begonnen met die takken die in die stempelset zitten om die aan de zijkanten te zetten. En daar wil ik zo in het midden dan de tekst zo meteen bij. Had ik bedacht. En daaromheen dan een paar van die leuke aardbeien. Ik zo een en zo een misschien. Of misschien doen we aan één kant bloemetjes en aan de andere kant aardbeien. Zo. Misschien even dat takje hier al achter. Kijk, dan is de lichtere Old Olive die waarmee ik de blaadjes heb gekleurd. Dat zijn dan zeg maar de jongere blaadjes. En de wat donkere Old Olive die je hier ziet, dat zijn de wat oudere blaadjes. Ik verzin het waar je bij staat. en dan doen we aan die kant wat bloemetjes. Ik denk dat dat wel leuk is. Zo. Kijk, dan kun je dat zo een beetje leuk opbouwen. Zo. Misschien een klein beetje hoger. En dan vind ik het leuk om hier die aardbei, misschien twee aardbeien te doen. Hier een aardbei. En een aardbei erbovenop. Nee, dat is niet leuk. We doen gewoon een aardbei erbovenop. Zo.
En dan doen we daar dan een kroontje op die aardbei. Zo. Misschien moet ik een klein beetje nog in die tak zetten. Zo. Ja. Ik denk dat het zo wel wat wordt. Ik ga hem zo opbouwen. Dus ik ga dit even aan de kant leggen. Ik had dus bedacht dat ik deze blaadjes hier een beetje zo zou leggen. Ik moet natuurlijk een beetje in de gaten houden dat mijn label en mijn aardbei wel over dat takje heen gaan. Dus ik zou ietsje lager kunnen ook zelfs. Want als ik hier de aardbei doe, dan zou die zelfs nog zo kunnen. Een beetje die kant op. En dan hier nog een bloemetje of zo naast. Ja, misschien is dat wel goed. Dus ik doe mijn blaadjes een beetje naar onder. Die plak ik gewoon vast met lijm. Met de multipurpose liquid glue. Oftewel de Tombow. Oftewel de groene lijm. Oftewel de natte lijm. Het is maar net hoe je hem noemt. In ieder geval, het lijmt. En daar gaat het om. En het fijne van deze lijm is dat hij nog even heel even een paar seconden schuift, hè. En daarna pas echt definitief vast zit. Zo. Dat is dan die. De aardbei had ik hier bedacht zometeen. En dan dacht ik dat hier misschien ook nog een bloemetje moest. Ja, dan kan daar ook nog een bloemetje naast. En dan hebben we hier bloemetjes. Twee en een kleintje. Nou, leuk. We gaan eerst het kroontje op de aardbei zetten. Ik doe alleen aan de onderste twee blaadjes wat lijm. Want het kroontje steekt natuurlijk best wel een stuk uit. Dat is wel leuk als je dat doet. Zo. Neem even een slok. Ik krijg een beetje droge keel. Sorry. Even thee, een slokje thee. Je zou ook nog zo kunnen doen natuurlijk. De aardbei eronder. Nee, ik geloof dat die erboven toch leuker is. Ja, dan het volgende. De label, die doe ik op met dimensionals. Want we moeten natuurlijk nog even wat dimensie krijgen in deze kaart. Wat ik ga doen is, ik pak mijn Take Your Pick. En ik pak de zijkant met de kleine dimensionals. En ik doe even aan de zijkanten wat dimensionals. Een stuk of 4. En 1 in het midden dan is 5. Zo, ik haal nog niet de schubblaadjes af. Ik ga even goed kijken hoe ik het een en het ander op ga bouwen. Als ik de aardbei hier bovenop doe, dan betekent dat dat ik aan de onderkant van de aardbei die vastlijm. En de aardbei zelf ook nog een dimensional geeft. Die komt dan even hoog als het label. Wil ik hem nou nog hoger, dan moet ik de aardbei, dat is denk ik wel leuk, de aardbei nog een beetje hoger doen. Dan krijgt hij nog meer dimensie. Dus dat gaan we doen. Ik ga 1 dimensional aan de onderkant van de aardbei zetten. En ik ga een stapeltje maken aan de bovenkant, zodat die dezelfde hoogte heeft straks als het label. En als ik het zo meteen vastplak, dan wordt dat ongetwijfeld duidelijk. Dus ik plak aan de bovenkant van het label, kun je het zo zien? Aan de bovenkant van de aardbei plak ik er 2. Haal ik even de schutblaadjes nu vanaf, alleen van die bovenste 2. En daarop plak ik weer een nieuwe dimensional. Zo. En op deze ook. Als ik dan zo meteen de aardbei met een dimensional op het label zet, is dus de aardbei aan de buitenkant even hoog als de label plus de onderkant van de aardbei. Ja, dat is dat. Volgens mij heb ik dat wel duidelijk uitgelegd. Dus die gaan we dan zo meteen zo opzetten. Dat wordt die. Met dan die gezellige aardbei. Dit een beetje naar beneden. Zo. Dan ga ik hierop wat bloemetjes doen. En ik heb bedacht dat ik
een groot en een klein bloemetje, twee grote bloemetjes en een klein bloemetje hier doe. Die twee grote bloemetjes die lijm ik vast op het label. Dus ik pak echt alleen maar de blaadjes die op het label komen. En daar doe ik wat lijm achter. En dat doe ik bij deze ook. Maar twee blaadjes van de, ik weet niet hoeveel blaadjes het zijn, die, daar doe ik wat lijm op. Zo, leg ik ze een beetje gezellig over elkaar heen. En dan doe ik dat laatste. Ik moet natuurlijk wel voor zorgen dat de birthday zichtbaar blijft. Nou, weet je, dan blijft die zo. Of we doen die kleine, oh, die doen we daar. Die kleine, die doen we dan met een dimensional op, op deze bloemetjes. En soms is het dan even handig om te kijken hoe ver het straks uitsteekt. Om te kijken of je op die achterkant dus ook nog misschien een dimensional moet doen van deze blaadjes. Nou, dat denk ik wel. Want het steekt nu wel, de laatste dimensional is daar. Dus het is handig om hier achter ook nog een dimensional te zetten. Zo. Dan is dat straks ook even hoog. Zie je, dan heb je een toch een evenwichtig verdeling op de kaart. Deze komt dan hier. Nou, volgens mij... hier wil ik ook nog wat. De achter misschien. Ik denk dat ik hem erachter zet. Ik vind het een beetje kaal nog hier. Dus wat ik doe, ik heb hier nog dat andere witte bloemetje. Dat kleine witte bloemetje. Daar maak ik ook nog even het hartje van geel. En dan plak ik dat achter het label. Gewoon plat op de kaart. Dus zonder dimensionals. Zo. En dan verdoezel ik een beetje die hele takken. Zo. Die takken niet zo leuk. Aan deze kant. Bij die aardbei. Zo, kijk. Een beetje eroverheen. Nou. En dan dit hierop. En die erop. En dan is dit verhaal klaar. Dus ik ga nu aan de achterzijde alle dimensionals weghalen. Of de schutblaadjes weghalen. Die plak ik op. Zo. Even kijken hoor. Een beetje recht natuurlijk. Beetje Timmermans oog. Probeer je hem dan recht te plakken. Nou, dat lukt aardig volgens mij. Zo. En dan gaat nog de aardbei erop. Die dus onderaan één dimensional heeft. En bovenin twee dimensionals. Eén. En nog één is twee. En die plak ik dan zo. Kijk nou, hoe leuk. Zo. Op de kaart. En dan nemen we de basiskaart. En die plakken we. Dan plakken we hem daarop. Met dimensionals uiteraard. En ik zat te denken of ik een randje zou doodelen. Het doodelen van het randje, van een randje, dat doe je met een marker. En ik pak hiervoor de Basic Black Marker. En dat is gewoon een hele dunne schrijfstift. En wat ik eigenlijk nu toch wel een beetje wil, als ik hem zo zie. Hij is heel wit, hè, nu. Ik denk dat ik het leuk vind om hier in de hoeken even iets te doen. Wat vinden jullie? Ik zie een mooie frisse kaart, zegt Carla. Met mooie kleuren. Vinden jullie zo of moet er misschien een beetje bling op? Dat kan natuurlijk ook. Dat is ook leuk. Waar is mijn bling? En die heb ik hier. Misschien moet er een paar van die fijne rhinestones op. Is dat wel een idee? Want hij is eigenlijk wel heel leuk zo, hè? Oh, dan heb ik toch weer die happy birthday. Nee. Kan dus niet de thank you aan de binnenkant. That was so sweet of you. Dat was eigenlijk het idee. Omdat hier natuurlijk ook al die happy birthday op staat. En dan die tekst, die binnentekst. Maar dit is ook natuurlijk gewoon wel een superleuke kaart weer. Klein zwart randje erlangs. Rode kaart. Oh, dat kan ook nog, Koba.
een rode kaart erachter. Nou, moeten we eens even kijken. Eerst even kijken. Dan ga ik jullie de keuze geven. Oh, wat ben ik toch weer meegaan vanavond. Oké. Wat vinden jullie? Ik vind het altijd wel heel fris hoor, zo'n witte kaart. Doen we een klein pieterrood randje erachter. Zo. Achter dat wit. Op het wit. Of doen we een zwart lijntje? Roept u maar. Rood of zwart? En rood is dan een rode achterkant. Hè? En dan zwart is het zwarte lijntje. Siska zegt sponsen. Of andere kleur achterkaart. Nou, de sponsen had ik niet in de keuze zitten, Siska. Dus het gaat om de rode achterkaart dan bij jou. Lenne zegt ook rood. Kootje zegt rood. Siska zegt rood. Maya zegt tja. Maud rood. Inderdaad, een goed idee. Nou, dan gaan we gewoon een stukje rood erachter snijden. Ik ben zo flexibel als ik weet niet wat. Dat weten jullie. Dat kan bij mij alle kanten op. Zelfs de goede. Oké. De kaartmaat is 13,5 bij 9,5. 13,5 bij 9,5. Dus ik ga een matje snijden. 3 mm groter. Dan heb ik aan alle kanten 1,5 mm. En dan heb ik echt gewoon zo'n heel subtiel klein randje. En dat vind ik denk ik het allermooiste. Dat betekent dus dat ik een stuk ga snijden van 13,8 bij 9,8. Nou, 13,8. En dan 9,8. Zo. Kijk, en dan heb je dus een heel subtiel klein randje erachter. Nou, hoe mooi. En hoe leuk. Wat ik doe, is ik plak, denk ik. Oh, dat wordt natuurlijk heel lastig. Ik plak de witte op de rode. Het is de basiskaart, de gestempelde kaart. Die plak ik op de rode. En dat hele zwikkie zet ik dan weer op met dimensionals. Echt, we maken er een hele mooie hoge kaart van. Even kijken. Vergeet niet, als je zit te kijken en je hebt nog niks in de commentaren gezet, vergeet dat niet te doen. Want het is, misschien krijg je deze kaart dan wel toegestuurd. Zou toch zo leuk zijn. Je kan tot 12 uur morgen reageren nog. Daarna gaan alle namen in het Rad van Avontuur app die ik heb. En laat ik het rad draaien. En nou, wie dan als naam eruit komt, die is de gelukkige ontvanger van deze kaart. Oh, wat is die leuk! Goed. Die gaan we dus ook opzetten met dimensionals. Ik denk dat ik mijn eigen naam er ook maar in zet. deze doen we op mijn dimensional. Oh, heb ik nog grote? Ja, beter even met grote doen. Dat gaat wat makkelijker en sneller. Zo. Anders blijf je plakken met die kleintjes. Als je zo'n groot oppervlak omhoog wil zetten. Ik vind dat... En je wil natuurlijk wel dat hij gewoon goed ontvangen wordt en dat er niks loslaat. Dus ik zet hem altijd toch wel wat extra's vast. Een stuk of 8 zet ik erop. Zo. Ho. En dan de schutblaadjes eraf. Ho. Kom. Met die take your pick, dat gaat echt super handig. Echt, dit is gewoon zo'n fijn ding. Ik weet niet, in het begin dacht ik van wat moet ik ermee? Nou, ik kan echt niet meer zonder. Zo. En dan plak ik hem dus op mijn roddelkaart. En ik zorg ervoor dat aan alle kanten evenveel wit zichtbaar is. Dat is wel zo leuk. En dan is die toch helemaal leuk geworden. Kijk.
En dan zie je dus dat als je met dezelfde middelen, alleen wat andere kleuren en het op een andere manier maken, je eigenlijk met eenzelfde layout precies toch een hele andere kaart krijgt. Kootje heeft hem ook. Nou moet je zeker doen, een Kootje. En dankjewel, Lenne, dat hij mooi is. Oké, dus nog heel even. Dit is even een pleidooi voor twee van mijn favoriete ponsen die er dus uitgaan. Die ik op deze heb gebruikt. De Small Bloom Punch. Die gaat eruit. Maar de pons past nog steeds om deze Sweet Strawberry stempel van dat bloemetje. Dus, en deze gaat mee met naar de nieuwe catalogus. Alleen is dan dat bloemetje niet meer verkrijgbaar. Dus dan heb je wel de pons voor de aardbei, het blaadje, het kroontje en het kleine bloemetje. Maar je hebt dan niet de pons voor het grote bloemetje. €9,60, weet je alles. Hij is echt super fijn. En dit is de Story Label pons. Ook een hele mooie pons. Waarbij je best lekker grote teksten op kwijt kan. He, bijvoorbeeld hier die Happy Birthday You Sweetie. That was so sweet of you. Een hele mooie pons. Ook deze is maar tot 3 nog mei nog maar verkrijgbaar. Deze is nu 60% korting, €8,80. Ik ga morgen bestellen. Dus als je denkt van ik wil toch nog even meeliften. En ik zou hem graag willen hebben. Laat me dat dan weten via een pb'tje. Via een e-mail, een appje. Nou ja. Hoe je ook met me in contact wil komen. Vergeet het niet, want dit is ook zolang de voorraad strekt. Ze zijn er nu nog, dus ik kan ze nu nog bestellen. Maar of dat over 2-3 dagen nog zo is, dat weet ik niet. Nou, dit was het volgens mij. Mocht het nou zo zijn dat je dit terug zit te kijken als YouTube filmpje. Want dit filmpje, deze Facebook Live, die gaat straks ook nog op ons blog en in onze YouTube. Op het blog komen de afmetingen staan van de kaart en de gebruikte materialen komen daarbij te staan. Maar zit je dit dus terug te kijken op YouTube, dan zou ik het hartstikke leuk vinden als je hier rechtsonder even een duimpje omhoog wil geven als je het een leuke filmpje vond. En natuurlijk helemaal superleuk als je hier wilt abonneren op ons kanaal, want dan mis je nooit meer een van onze filmpjes, want dan krijg je altijd een berichtje als we een nieuw filmpje hebben gepost. Nou, ik wens jullie een hele fijne avond. Volgens mij waren jullie tevreden over de kaart, als ik het zo lees. Dus nou, daar ben ik blij om. En misschien zie ik jullie volgende week weer. Doeg!